Welkom bij de tweede video over onze avontuur in Alaska. In het eerste deel bezochten we het Denali National Park en nu gingen we op weg naar het Kenai Schiereiland, Alaska's Playground. Hoe meer we naar het zuiden reden, des te meer zagen we de invloeden van de zee. Het weer werd steeds slechter. Zou dit een voorbode zijn voor wat ons te wachten stond? Net voor de stad Anchorage wilden we toch even de benen strekken voordat we verder gingen. Het was fris, maar de laag hangende wolken hadden ook wel wat moois. Rijden in de regen waren we wel een beetje zat. We besloten daarom eerder dan verwacht te stoppen. We keken 's avonds een film en hoopten op beter weer morgen. Maar veel beter was het de volgende dag nog niet. We maakten er het beste van en bezochten het dorpje Hope. Wat is er? Wat is lood in Hope? I don't know. Een dorpje dat ontstaan is toen in dit gebied goud werd gevonden. Het gebied stond jarenlang leeg, maar sinds kort wonen er weer 150 mensen. Natuurlijk zijn hier beren. Mijn vragen. Himbeeren, trouwbeeren. Genau. Blaubeeren. Kan men alle essen. We zijn inmiddels aangekomen ten zuiden van Anchorage op de Kenai Peninsula. En we hadden eigenlijk geen rekening gehouden met het feit dat het wel eens kon gaan regenen. En ook in het Denali National Park hadden we stralend mooi weer. En daar hebben we echt van genoten. Alleen nu we ten zuiden van Anchorage zijn aangekomen, schijnt het zo te zijn dat ze hier in augustus echt een regentijd hebben. En die hebben we nu precies getroffen. We houden nu dagelijks de weerberichten in de gaten en zien we eigenlijk dat het eigenlijk elke dag gewoon gaat regenen. Dat is een beetje jammer. Het Kenai Schiereiland is eigenlijk het gebied waar je mooi weer kunt gebruiken met de hoge bergen en de gletsjers die tot aan de zee toe reiken. Het is dan de bedoeling om de mooie natuur hier vanaf het water te bekijken en met een boot door de fjorden te gaan varen. Ja, alleen is het een beetje jammer om daar een hoop geld voor te betalen en dan uiteindelijk niks kan zien vanwege het weer. Dus we moeten het nog een beetje afwachten wat we hier de komende dagen gaan doen. Knappe week. Oh, dit is een hele mooie. Kijk, is echt hele mooi, hè? Ja, dit is gewoon uit een sprookjesboek. Ja. Nieuwe ronde, nieuwe kansen in Alaska. We zijn vanmorgen zelfs wakker geworden zonder dat we regendruppels op ons dak hoorden. Dus het is droog. Het weer is nog niet goed genoeg om met de boot het water op te gaan en de gletsjers en de bergen vanaf het water te bekijken. Maar om een stuk te wandelen is het prima zo. We zijn nu aangekomen in het zalmvismekka van Alaska en misschien wel van de wereld. We lopen nu in het gebied waar de Kenai rivier en de Russian rivier samenkomen. Dat is blijkbaar het punt waar de hele goede zalm terug langs komt zwemmen. En omdat er dus heel veel zalm zit, zijn er dus blijkbaar ook heel veel beren die de zalm, zoals het typische plaatje als je kent,
ja, uit de rivier probeert te plukken. Nou, dat proberen we nu te aanschouwen bij de Russian River Falls. Ja, wat nog een kilometer of 3,5 hier vandaan is. Bij de Russian Falls konden wij helaas geen beren aanschouwen. Maar bijna ademloos stonden we te kijken hoe de zalm over de waterval heen probeerde te komen. Interessante rinden. Een relief is dat. Een reliefrinde. Ja, we zijn dus teruggekomen van de Russian River Trail en we hebben dus nu met eigen ogen kunnen zien ja, hoe moeilijk het is voor zalm om, ja, om zich voor te planten. Und das war gleichzeitig beeindruckend, aber auch, ja, in het Nederlands is het zielig. Man hat Mitleid, wenn man sieht, wie oft sie das probieren und gegen den Felsen anspringen, wieder zurückgestoßen werden. Was die Natur sich ausdenkt, ist schon sehr besonders. Echt helemaal niet normaal hoeveel zalm hier zit. Gewoon hier voor je. Kijk hier. Op zoek naar nog meer wildlife namen we de Skilak Lake Road. Maar waren niet succesvol. Wel vonden we een geweldige slaapplek aan de oevers van het Skilak Meer. Tja. Een beter uitzicht voor de nacht kan je niet krijgen volgens mij. Dus zo uit je camper kan ik gewoon zo gaan zwemmen. We zijn in Soldotna aangekomen en nog steeds langs de Kenai rivier en ja, zoals je ziet is echt het hele dorp en overal ingericht om zalm te gaan vissen. Overal trappen naar beneden, overal platformen langs de oevers en overal zie je mensen ze vissen. Ongelooflijk. Het is één grote zalmbusiness hier. Ja, ik snap dus ook niet helemaal waarmee ze dus vissen. En als je ziet hoe vaak ze in en uit gooien. Die ene, die tweede daarachter. Het is elke 10 seconden. Dan ga je ook vissen, Romy? Ik denk het niet. Nee? Nee. Tierkwelerij, hoor. We waren op weg naar Homer's Pit. Onderweg stopten we in een plaatsje met de naam Ninilchik, wat erg rustisch aandeed. Alaska is de grootste Amerikaanse staat. Het is bijvoorbeeld 4 keer zo groot als Duitsland. We bevinden ons nu ten zuiden van de grootste stad Anchorage, op het schiereiland Kenai. En in deze regio is het goed te zien dat dit grondgebied vroeger Russisch was.
Er zijn bijvoorbeeld meerdere Russisch-orthodoxe kerken te bewonderen, zoals deze hier achter mij. En ook plaatsnamen en familienamen hebben hier nog een Russische achtergrond, zoals de plaatsnamen Ninilchik, Kazilov en Sobotna. En als je rondloopt op deze begraafplaats, zie je dus ook allemaal Russische namen nog terugkomen. Homerspit is een landtong die vanuit Homer 7 kilometer de Kachemak Bay inreikt. Op de spit bevindt zich een belangrijke haven waar vanuit veel op halibut gevist wordt. Tevens zijn er tal van hotels en souvenirswinkels te vinden. Mooi landschap. Het klaart nu ook lekker op. Maar kijk, hier komt echt die bergen en alles komt al een beetje onder de wolken vandaan. Dan wordt het een beetje mooi. Wij dronken samen met Thomas en Sima een borrel in de Salty Dog Saloon. Wat is dat, Ronnie? Heb je dat verdiend? Dat heb ik sowas van verdiend. Met wat? Met mijn vroege existentie. Gewoon omdat het regent buiten. Maar er komen mooie dagen al, straks. Geloof in mijn woorden. It's your choice. It's my choice. Ja. Oh, je hebt weer wat mooie. We zijn aangekomen in Seward. We hebben een mooie plek op de bodem van de rivier gevonden om vannacht de nacht door te brengen. Bij aankomst in Seward hebben we zojuist nog een heerlijke hete douche gevonden. Dus dat hebben we ook weer achter de rug. Morgen schijnt hopelijk de zon weer en dan bezoeken we de Exit Glacier. Es hat, glaube ich, aufgehört zu regnen. Naja. Wir sind jetzt dran. We zijn een beetje chagrijnig vandaag. Het is eigenlijk de hele tijd al slecht weer in deze omgeving. Maar toen we gisteren hier aankwamen in Seward,
Het was ons eigenlijk beloofd in de weerberichten dat het vandaag vanaf 3-4 uur 's middags mooi weer zou worden. En voor ons is het perfecte moment om de omgeving en vooral de Exit Gletsjer te gaan bezoeken. We hebben eigenlijk heel de dag in de auto gewacht totdat we de zon zagen. En die kwam maar niet. Ja, het is nu 6 uur 's avonds en we gaan toch maar proberen. Maar ja, zoals je ziet, de zon schijnt nog steeds niet. Wonderful views. En je ziet hoe plaatselijk het is, al die wolken. Niet. Die wolken blijven echt tussen die bergen hangen. En je hebt aan de andere kant van die bergen, hier hebben we die gletsjer. Dat zul je zo zien, dat schijnt gewoon naar achter de zon. Best wel een beetje verdrietig als je ziet dat in 2005 de gletsjer nog hier was. En als je omrijdt, hoe ver die nu eigenlijk al is. Dus zeg maar, in 100 jaar is die, hij is hier ook al niet eens meer. Nee. Hij is nu ergens hier. Ik zie hem. Dat is niet eens meer hier op dat plaatsje. Ik denk dat dit een van de meest toegankelijke gletsjers in de wereld is. Je parkeert je auto en het is nog een kwartier lopen. Ja. Ja. Je ziet ook hoe snel die dus weggaat. Dus zeg maar 15 jaar geleden was het je auto parkeren en stond je praktisch. Was het nog korter lopen? Ja. Was je in 5 minuten? Ja, was het in 5 minuten. Dan. Nog een tweede nacht op onze overnachtingsplek in Seward, in de hoop dat het weer morgen beter zou zijn. Maar vergeefs, ook de volgende dag bleef het regenen. Met weemoed bekeken we het weerbericht van andere plaatsen waar we geweest waren. Mamie, ik lees net het weerbericht in Banff, zeg maar Zuid-Canada. Ja. Waarom is het daar, denk je? 25. Het is 29 graden. We besloten daarom het Kenai Schiereiland te verlaten en terug te rijden naar Anchorage. We zijn aangekomen in Anchorage. Het is gestopt met regenen en de zon probeert er zo nu langzaam uit te komen. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Ik sta nu aan de rand van Lake Hood en Lake Spannard. En aan de oevers van deze twee meren zijn allemaal watervliegtuigen geparkeerd. En gemiddeld starten en landen hier per dag meer dan 800 watervliegtuigen. En daarmee is dit vliegveld het grootste watervliegtuigvliegveld van de wereld. Kijken hoeveel van die vliegtuigen er staan. Op weg naar het Kinzig Park reden we langs het watervliegtuigveld en keken onze ogen uit naar het aantal vliegtuigjes dat hier geparkeerd stond. Kost zo'n ding. Nou, dit zijn ook allemaal weer normale vliegtuigen. Maar goed, dan kunnen we dat natuurlijk ombouwen. Ze kunnen daar van die vlotten onder maken. Man, hoeveelste dag is dit op de Kenai Peninsula? En hoeveelste dag is dit met regen? Ongelooflijk. Het blijft echt regenen gewoon. Het blijft echt regenen. Ja, daar sta je dan, Romy. Zijn we speciaal naar het Kinzig Park gekomen om elanden te zien. Daar zie je de twee. Dan durven we niet meer verder. Ja, wandelen in het spulder en sprielder bos. Dat is een stuk saaier. Een stuk saaier, maar een stuk aangenamer ook. Dat je gewoon kan lopen zonder dat je constant
in je achteruitkijkspiegel moet kijken of je wat ziet. Waar je angst voor moet hebben. Maar goed, tegenwoordig hebben we wel angst voor een paar elanden. Maar ja, elanden met kleintjes erbij is misschien niet zo'n heel slecht idee om eventjes op te passen. We zijn wel naar dit park gekomen omdat hier de grootste hoeveelheid elanden leeft. Een vierkante meter. Ja, en dan zie je er een en dan word je... Maar dat is alleen omdat er overal staat, moose are extremely dangerous. En ineens. En voorheen vonden we ze helemaal niet dangerous, ze zijn zelfs geen dogpoep. No dogpoep. Zijn ze zelfs 1 meter naast Eddie gestaan. Langs gelopen. Maar nu, sindsdien we in Alaska zijn, is het ineens overal waarschuwing van die elanden. En blijkbaar hebben ze nu ook kleintjes, want het was eentje met een kleintje. En vrienden van ons hebben laatst ook eentje met een kleintje gezien. Dus ik denk dat er nu kleintjestijd is. En dan zijn die mama's natuurlijk bijzonder alert, zeg maar. En misschien niet meer zo vriendelijk. We reden nog kort door downtown Anchorage en gingen op weg naar McCarty en Valdez.